Nou, dit zegt genoeg. Zo worden er duizenden per jaar omgereden. Als het met alle geweld plat moet, dan maar gelijk ondergronds. Dit is een ondergrondse schakelkast, de hitbox. Een variant op de bovengrondse schakelkast. Ondergronds gaan, dat betekent nattigheid. Maar dat zijn van die problemen die je tijdens de afwas oplost. Ik deed een glas ondersteboven in een bak water. Ik zag de luchtbel in het glas zitten. Ik denk, nou, dit kan ik gebruiken om een systeem te maken dat we de apparatuur vrij houden van het grondwater. De buitenput. Modulair opgebouwd. Montagebord en binnenwerk. De gietijzeren deksel met de speciaal ontworpen slotbouten. Deze put die voldoet aan de klasse volgens de D400. Dat is een verkeersnorm. Dus dat wil zeggen dat er gewoon 40 ton druklast op deze put kan komen. En dan blijft hij gewoon heel. Deze kast die is ontworpen dat er een waterkolom op kan komen te staan van 1,50 meter boven straat. En dan blijft de apparatuur die in de kast zit nog steeds droog. De voordelen van dit systeem zijn dat hij niet meer in het zicht zit, vandalisme ongevoelig en hij kan niet meer omvergereden worden.